van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent 70 geworden. Ja, dat is dat, hè? Ja. Ik voel me echt niet zo. Nee, maar het is je ook niet aan te zien. Dat vind ik echt niet. Het meen voelt een beetje nou? Vertrouwd. Dat meen ik echt. Okay. Ja. Het voelt vertrouwd, vind ik. Want ik was eigenlijk een beetje kind aan huis de afgelopen maanden bij jou. Jij hebt mij een aantal keren geïnterviewd voor het boek. En dat vond ik, eerlijk gezegd, een hele moeilijke en ook weer mooie ervaring. Omdat je ongelooflijk in mijn leven hebt gegraven. Niet met makkelijke antwoorden genoegen nam. Maar ik vond het echt een voorrecht om dat je af en toe even de luikjes van je hart openzetten, dat ik naar binnen mocht kijken. En ik heb inderdaad een poging gedaan, omdat ik denk de snapshots en de hoogtepunten uit jouw leven in een boek op te schrijven. En dat boek is er nu. Hoe vind je dat? Ja, ik vind het eigenlijk een enge ervaring, want ik vind eerlijk gezegd dat ik niet verdien, want zo bijzonder ben ik niet. Tegelijkertijd vind ik het ook wel heel mooi dat er een soort herinnering is aan je leven. Want toen jij me ging interviewen, dat is een aantal keren gebeurd, toen kwamen er weer allerlei herinneringen boven die eigenlijk al vergeten was. Dus laten we even teruggaan naar, uit wat voor gezin kom je eigenlijk? Ik kom uit een oerdegelijk gereformeerd gezin. Mijn ouders die hebben 9 kinderen gekregen. Het waren hardwerkende mensen. Die trouwden na de oorlog en een zaak begonnen. En ik heb altijd in die zaak meegewerkt. Wat was dat voor zaak? Een groente- en fruitzaak. Okay. Dus ik heb geleerd om 's morgens om 6 uur op te staan, mee te helpen om panklare groenten te maken, bestellingen te bezorgen in de winkel, achter de weegschalen te staan, vriendelijk met mensen om te gaan. Dus ik kom uit een hardwerkend gezin. Maar het was wel een heel streng gereformeerd gezin. Dus radio en televisie, dat vonden mijn ouders niks. Dat werd een beetje het kastje van de duivel genoemd. En juist omdat mijn ouders er niets mee hadden, kreeg ik er wat mee. En lo and behold, zo kwam ik bij de evangelische omroep en bij de televisie terecht. En toen ik bij de EO kwam, was er geen televisiepresentator. Dus ik werd binnen een week tv-presentator. En dan ben ik eigenlijk al die tijd gebleven. Vanaf mijn 23e. Is dat niet bizar? Verwachtte jouw vader misschien stiekem dat jij zijn zaak zou overnemen? Want je was de oudste zoon. Dat was zijn hoop. Ik wilde niet dat werk doen wat mijn vader deed. Dat leek me niks. Dat je altijd maar in de weer was. En toen ik ging werken, werkte ik net zoveel en net zo lang als mijn vader. Ik weet wel, die jaren dat ik bij de EO gewerkt heb, 28 jaar, dat ik vaak 's nachts in het gebouw bleef slapen van de EO. Omdat ik dacht, heeft toch geen zin meer om naar huis te gaan. Dus die werkethiek en die drive, die heb ik wel van ze meegekregen. Ja. Dat is erg leuk. Beetje workaholic. Het is natuurlijk lastig. Beetje, het zijn 7. Nou, heel erg. Ik ben nu 70 en ik werk nog 10, 11, 12 uur per dag, hoor. Maar ik vind het heerlijk. Als je je werk leuk vindt, dan is er toch niks aan de hand. Dat is waar. Ja. Kun je zeggen, wat vind je het allerleukste van gewoon het hele televisiegebeuren? Het leukste is de ontmoeting met mensen. In het hart kijken van mensen. Ik heb heel veel documentaires bij de EO gemaakt waar ik de hele wereld over heb gezworven. Bijna alle landen heb bezocht en mensen geportretteerd, gefilmd, geïnterviewd, persoonlijk gesproken. Dus het verveelt me nog geen moment om in de mensenhart te kijken. De gasten die ook nu weer in Out of Power komen de komende weken, fantastische verhalen. En al die bijna 1150 die er geweest zijn. Ik blijf me fascineren. Elk mens heeft een verhaal, hè? Dus het is niet zo dat ik alleen maar met mensen zit te praten of te interviewen of gesprekken heb hier aan de tafel. Maar in mijn woonplaats ben ik bekend als hij zegt hallo. De volgende vraag, hoe gaat het? En voor je het weet zit je een half uur met hem op een bankje te kletsen. Dus ik vind maar dan ben jij altijd de interviewer. Ja. En nu zijn de rollen omgekeerd. En de afgelopen maanden waren de rollen ook omgekeerd. En dat vond je best lastig. Ja. Ja. Kan je nu iets meer inleven in je gasten? Want ja, je vraagt toch dat ze een luikje van hun hart openzetten. Dat heb ik aan jou heel erg gevraagd. Ja. Heb je ook gedaan. Vond je het niet altijd even makkelijk? Nee, zeker niet. En ik denk dat niemand het makkelijk vindt om... Kijk, jouw interviews waren urenlang en zeer intens. Na afloop moest ik dan ook... legde ik mij in mijn bed neder om een paar dagen... Nee hoor, ik vond ze wel erg mooi. Dus dit waren wel hele diepte gesprekken. En dat probeer ik natuurlijk in die korte tijd die je met Out of Power hebt, een interview met 15 minuten, probeer je ook heel ver te komen en mensen iets van zichzelf te laten zien. Mm-hmm. Dus ik vond het wel een mooie ervaring. Het heeft tegelijkertijd ook bewust gemaakt dat ik het heel bijzonder vind dat mensen hier
hun hart openen en kwetsbare dingen durven te vertellen. Ja. Ik zie ook vaak mensen emotioneel worden. En dan denk ik, zo, dat moet je maar durven. En hun verhalen vertellen waarvan ik denk, nou, dat moet je ook maar kunnen, hè, om het aan publiek, iedereen weet het dan, om het diepste van je leven te vertellen. De vreugde en het verdriet, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat zie ik ook in al die gesprekken. Ook in mijn leven. Ook vreugde en verdriet wisselen zich af. En weet je, Jeanette, boven alles stijgt voor mij uit dat we een goede God hebben. Dat hoe hopeloos het leven soms ook lijkt, hoe ver je ook bent weggezakt, hoe moeizaam de omstandigheden, dat God er is met al die vragen van het waarom, die niet beantwoord worden. Maar dat hij er is en dat drijft me echt. Mijn onwankelbare geloof in God. Voor de rest wankelt er heel veel in mijn leven, maar dat is onwankelbaar. Iedereen kent jou van de Eeuwjongerendag, van Eeuw Ronduit, van Hour of Power, de tv-man. Maar hoe zou jij zelf herinnerd willen worden? Als een geliefd kind van God. Die in al zijn gebreken, in al zijn ijdelheid, want dat ben ik. Wat ik in mijn leven heb gedaan, dat ik iets heb mogen bijdragen aan een betere samenleving. Aan een gevoelige samenleving. Aan doorgeven dat God een realiteit is, dat hij bestaat en dat dat je anker in je leven kan zijn. En om met de woorden van Henry Nouwen, een van mijn goede vrienden ooit, te zeggen, je bent Gods geliefde kind. Dat horen we ook elke zondag in Hour of Power. Het is niet wat je hebt, wat je doet, wat anderen over je zeggen. Want dat gebeurt toch wel. Maar je bent Gods geliefde kind. Kijk, de geschiedenis zal vertellen hoe mensen over me denken. En ik hoop positief. Ik doe mijn best. En God doet de rest. Zo direct wordt het eerste exemplaar van het boek aan jou overhandigd. Okay. Niet door mij, maar door het initiatiefnemer. En ik denk dat de mensen nog weer een ander stukje van jou gaan leren kennen. Dus ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik wil heel hartelijk danken voor het feit dat je tot de bodem van mijn hart bent afgedaald. En dat als ik zei, geen traptree verder, dat je dat toch wist te bereiken. Knap hoor. Gefeliciteerd ook. Dank je wel.